Yo mensen, tof lekker een goed nieuwe video. Vandaag ben ik hier samen met Dad en met Daan. En we wouden eigenlijk een beetje naar het flatgebouw. We zijn hier ook nu al. Zoals jullie kunnen zien, daar is de opening. Maar omdat het zo warm is vandaag, hebben we een bramenstruikje gevonden. En we gaan ze eten, toch? Ja. Oké, wacht. Ga jij er eerst eentje eten? Dan laat ik. Film dat even. Stil even, Dad, we gaan bramen eten. Kijk, wacht. Dit zijn de bramen en Daan gaat die opeten. Ja. Nou, bies. Hij is lekker zoet volgens mij, hè? Ja. Oké, mensen, daar ga ik. Ik pak deze. Oké, daar gaat hij. Oké, dit is de braam. Oké. En toen ging Vinnie dood. Hij is echt lekker zoet, maar ik neem er nog één. Nog eentje, zoals jullie kunnen zien. Deze is heel zuur, heel zoet. Ik heb niet, was dat aan de ingang? Nee. Aan de achterkant. Dit is nog een beetje, dit vind ik nog een beetje raar dat dit fris is geweest. Oh, ja. Kijk, je toch als je hier doorheen ging, had je toch geen muur aan het deur? Nee, dat was daar. Daar had je dat. Daar had je zo'n muur. Toen hebben ze deze ook opengemaakt. Nou, die had ik opengemaakt, maar daar zit nu zo'n gat als je daar naar binnen gaat. Maar oké, we gaan dus nu even kijken bij een ander gebouw. Want zijn mensen naar onze toren aan het kijken. Dus wij gaan nu gewoon lopen. En die man zit ons tante raar aan te kijken. Echt, echt. Ik niet zijn. Ja. Ik vind die man wel raar aan te kijken. Ik ga zo meteen wel weer terug over die bramen. Ik vind ze echt lekker. Ja. Die man zat kijk, jongens, die man zat een beetje op ons te letten. Anders ging die politie weer, want hij zat echt heel vies te kijken. Kijk daar. Daar is die man. Met dat hondje. Weet je wat je ook moet doen? Je zo'n zakje meenemen en daar dan die dingen in doen. Welke? Die jullie net hebben gegeten. Ja, maar niet alles is goed. Ach, dan kijk je wat goed is toch? Ja, maar kijk, als je er één keer op gaat zitten, dan is het allemaal in een soort sham veranderd. Toch? Wat? Die bramen. Ja. Of als het te warm wordt ook. Maar ik heb het gewoon nog een beetje koud. Oké, nu begin ik het warm te krijgen. Warm. Kijk, daar is de ingang van dat fris dan, Dutch. Dit is nu de nieuwe fris. Kom, we gaan hier zitten. Nee, ik ga er niet in. Er staan mensen achter je, Lambie. Wist ik wel. Zou ik ook weten, ja. Ik zag het wel, maar... Maar ja. We gaan nu even wat wij zogenaamd eerst een clubhuis noemden. Ja, nog steeds. Maar het is best wel lachen daar. Het was juist een beetje onze meetplek, omdat als we gingen afspreken. Hè, Daan? Ja. Duimpies. Maar dan gingen we afspreken met Nigel en Shores. En dan ook nog met Sanne en Rachel. Die zagen we hier dan meestal. Op het oude kanaal. Ja, op mijn oude kanaal staat dat. Maar dat was dus onze meetplek. En we gaan er dus nu naartoe. Alleen is het afgezet, dus we moeten helemaal omlopen daarheen. Kijk, je ziet hier gewoon echt het meterhuis is hier ook. Amstel, bieren, makerij, brouwerij, Giro. Kom, we gaan hier gewoon heen, naar rechts. Daar is het afgezet. Want ze waren hier laatst aan het werk. En als ze daar aan het werk zijn, zetten ze alles af, weet je wel. Dus dat gingen ze doen. En wij kwamen er echt... Oh, er komen spinnen in mijn nek. Echt een maandje of twee niet in of zo. Maar nu is het lekker warm. De zon schijnt echt vol op mijn bakjes. Je hebt echt volle schaduw, gewoon zo. Maar het is gewoon echt lekker weer. What are those? What are those? What are those? Iedereen hier heeft Nikes. Het zijn de Nike, Nike, Clumpy. Hè, daar, de Nike, Nike, Clumpy. Oké. Okay. We gaan hierin, kom. Let's go. Beetje schaduw, dat is wel mooi. Lekker nice. Lekker nice, lekker. Kijk, meestal gaat hij uit zichzelf scherp stellen. Dat doet hij nu ook, maar in het donker doet hij niet zo. Doet hij het niet echt goed. Kijk aan de overkant. Kijk, dit is aan de overkant. We gaan nu hierin. Maar voor de mensen,
Want sommigen die zeggen wel dat ik laag film, maar dat komt omdat ik een selfie stick vast heb. En ik film met een Sony camera als het goed is. En dat is, anders moet ik zo zitten met mijn camera en dan zien jullie alleen mijn bovenkant. En dat is ook niet leuk. Ik heb liever dat jullie voor me zitten, weet je wel? Hij bedoelt een Sony camera. Ja. Kijk, hier hadden wij ooit al ons eten gedropt. Echt hadden we voor 20 euro bij Deken gehaald of zo. Hebben we ons eten hier gedropt. Een paar maanden terug. Ik weet niet of het er nog is. Jemig, wat is dit zwaar, zeg, dat vloggen. Het is helemaal dicht gegroeid. Kan die deur open dan? Kijk eventjes. Kan die? Ja, ja, ja. Jezus. Jezus. Oh ja, dat heb ik al een keer laten zien. Wow. Dat is pure kak, ja. Hoeveel spuitbussen. Ik ga alvast verder naar het clubhuis. Er zitten seksgeluiden te maken in een echo. Dus ik ga lekker door naar het clubhuis. Wow. Ik krijg een appie binnen. Laroe. Oh ja. Oh ja, ik vier vandaag mijn verjaardag daarom. Ja. Brand die stift. Even kijken. Oh, allemaal takken hier ook. Maar ja, ik kreeg even een paar appjes binnen, dus ik dacht ik reageer er even op. Maar dit is een enge balk. Dit is best wel een enge balk. Maar dit is dus een beetje van de tomaten gang slash achtig, want daar zie je allemaal tomaten, zijn die allemaal tomaten gemaakt. Maar er zijn nu dus twee soorten groepen die hier meestal graffiti doen. We hebben de tomaten clan en de ghostly of zoiets. Ghostly dacht ik. En we hebben hier nog een clan. Ja, wij wouden ook hier gaan schrijven, maar het kon niet. Oh, dit ding is los, dit ding is los, dit ding is los. Ons alles is gesloopt, man. Wat we hadden gemaakt. Wat is die stoofje ook hier? Even kijken, tot hoe laat? Middernacht. Zo. Jo. Ja, kijk, daar is het tomaten ding nog. Daar hebben we de S. Zwarte tomaten. Toewat. Dit was een beetje ons clubhuis, mensen. Kijk hoe het eruit ziet. Opgefiet. Dit is een beetje het kleine barstrandje of zo, dacht ik. Oh. Oh, is het goed als ik en Amber soms even weg zijn? Want Angelo viert ook. Oh ja. En hier heb je nog een van die dingen. Nee, wat maar. Oh ja. Niet uit. Oké, okay, maar wij gaan nog even verder kijken naar ons clubhuis, want het is aardig veranderd. Dus ik ga even rondkijken, als het ware, want ja, het is best wel veranderd. Kijk, echt, het is helemaal dicht gegroeid en zo. En dat is nog best wel episch, maar ik ga even zo naar Deka toe, want drink... Oh, drinken. Oké, kijk. Kijk, zo ziet het. Kijk, zo ziet dus alles hier ook eruit. En het is hier meer een soort van oerwoud of zoiets, al zeg ik het zelf. Kijk, hier heb je allemaal van die soort van vieze kleuren, fidget spinner. Er ligt hier zelfs een fucking klone dark fidget spinner. What the? Oké, hij is een beetje... Afgefikt. Kapot. En een stukje. Dat is een dildo! Stukje Lego? Waar? Nee, deze is helemaal afgefikt, jongens. Stukje Lego? Ja, kijk. Dit lijkt een beetje op zo'n soort bovenkantje van een dildo. Dat roze daar. Oh, dit? Ja. Er zit allemaal spinnenweb aan me. Nee. Ik ben echt geen fan van spinnen, ik zweer het je, maar ik ben er niet bang voor. Weer de tomaten, gang. Lekker. Zou ik het vanzelf? Hou zo. Kom, we gaan zo, hè? Vind. Yeah. Mag gaan? Zo. Er is als een bidon ligt hier, hoor. Dat is echt raar, kijk. Bidon. Daar, hoor, een bidon. Helemaal naar beneden. Oh, die fles. Ja.
fucking bidon ligt hier, oké. Okay. Maar waarom gaan we niet in die liftfabriek dan? Het meterhuis, daar. Nou, oh ja, we kunnen erheen, kom. Zo kunnen we, vind je. Ja, maar dat is volgens mij langer. Nee, het is korter. Ja? Oké, okay, ik volg hun. Ik heb niks gezegd. Ik zweer, ik heb niks gezegd. Hallo meneer. Hoi. Ik zit met jeuk. Ja, maar jij jeuk hebt. Nee, ik stond in een gat in. Fuck, zit er niet in hier trap. Oh. Politie is er. Er is politie. Politie jongens. Hé, hé. Er is politie. Niks doen, niks doen. Oh bro. Oh bro, er komen gewoon normale mensen uitlopen. Oh, die zijn afgezet door politie. Laat maar. Ah, jezus. Oké, hey, ik ga niet hoog houden. Wat? Nee. Oké, okay, ze gaan weg. Waarom was hier nou politie? Ik weet niet. Ik weet niet of ze filmen, maar... Want ik deed zo, ik hield hem op zijn kop, mijn camera, weet je wel? Ja. En dan dacht ik dat je het kon zien op film, maar daar rijden ze weg, mensen. Kijk daar. Kunnen we zien, hè? Ja, nou niet. Ja, ik durf niet te lang te filmen, want dan schijt ik echt in mijn broek. Dan komen ze in één keer terug of zo, weet je wel? Nee, ja, fuck it, YOLO, daar zijn ze. Oh ja, we staan nu toch achter een auto, wat doe ik toen? Ze zijn weg. Hey, ik ga wel wachten tot ze echt weg zijn, hoor, voordat we hierheen gaan. Kook, hoor. Zee, man. Ja, ik heb eigenlijk best dorst. Ja. Toe. Oh, hé. Hey. Oké, okay, er was dus net politie. Niet voor ons gelukkig. Die kwamen een paar mensen afzetten. En ja, ja, die kwamen gewoon in normale kleding uitstappen. Maar er was nog wel politie, dat wel. Ze zijn weg. Ze zijn weg, oké, mooi. Oh, er komt nog een auto aan. Oh, ik stok mijn kop. Ja, als alle auto's weg zijn. Ik lust nog wel even een braampie. Een braampie dan voor de dorst. Ja, voor de dorst. De dorstlesser. Stevige dorst. Dat heb ik nu eigenlijk wel. Ik heb wat dorst. Er zit wat in of zo. Als jullie even een manier vinden om erin te sneaken, dan ga ik me even vol vreten met bramen. Daar gaan jullie liggen. Hey Daan, dit zijn heel veel groeide, er zijn heel veel. Oh, nice. Nee, niet de laagste pakken, hoor. Waarom niet? Deze is fucking dik. Ja, vos, als iemand er altijd pist heeft. Oh ja, dat is ook zo. Dat is lekker. Ja, Daan weet alles hier, oh, nice. Super nice. Oké. Okay. Ja, ga maar manier vinden, Dutch. Wij gaan even een braampje vreten. Ah. Oh, lekker. Ah. Later. Ik ga deze gewoon chappen. Kom. Ik heb hem hier gevonden. Kom eens. Kom. Vond dat kan. Ja. Oh. Oké. Okay. Kom hier. Er zat wat in Daanse broek. Je piemel. Kom hier, hè. Oh, lekker zoet, man. Zijn je saai hele klaar? Nee, ik ben gewoon rustig gaat eten. Ja. Proef er eens één? Nee. Echt lekker dit. Je ding zit er een beetje niet zo goed in, hè? Ja, weet ik. Ah, mijn klepje. Mijn door. Klepje. Klepje! Oh, Daan, je hebt echt lekker hier ook. Ja. Dit, oh, nee. Lekker. Ja, ik wil er nog één. Oh, het is zo'n spinnenweb aan. Lekker. Oh, fuck. Echt toppie. Toppie. De laatste. Oké. Okay. Ja, je mag er nog eentje nemen, hoor. Nee. Verder kijken. Braampie dan. Lekker braampie. Kom hier, Finny. Finny, kom hier. En dat gaat overheen, wacht. Ga maar. Kan je een manier vinden om ons er ook overheen te krijgen? Nee, maar hier vind ik. Gewoon klimmen, jongens.
gaan zien. Ik wil er eentje. En bij de ingang heb je gelijk een gat erin. En dus moet je springen. Ja, maar het kost ook tijd weer om er overheen te komen als Wouter er zijn. Nee, kom gewoon. Ja, kom gewoon. Nee, kom, ga er vlak thuis in. En nu ben ik een mietje. Hé, hey, auto. Kom, kom. Wow. Je hebt wel een dorp, hè? Ja. Oh, nee, ik stoot tegen mijn camera. Fuck. Hé, hey, sowieso iemand zit nu naar ons kijken, maar hij gaat wachten totdat wij er allemaal in zitten, dat we allemaal gepakt kunnen worden. Hé, hey, daar heb je een goeie. Kut, mijn camera, fuck. Hier, kom. Give it to me. Oké. En nu omdraaien. Ja, kut. Ah, fuck. Kijk, ik pak even een lesje op van jou. Nee, doorloop. Daan, kom. Des, lopen. Oh, de inleider. Je gooit hem vol tegen mijn benen aan. Lekker. Ah! Oh, flikkertje. Au. Oh, kijk, het is helemaal ingestort, mensen. Hé, hey, waar heb je die in? Lopen. Waar heb je die skelet gevonden? Skelet is al lang weg, vriend. Nee, maar waar? In de kelder hier? Nee, verder weg. Oké, okay, let's go. Ga. Anders kan... Hey, pas op. Oei, oh boer, kijk. Kijk, ik heb deze schoenen nu pas, hè. En ik loop nu op een fucking vieze grond. Ik vind Daan echt zo iemand die er nu doorheen gaat flikkeren. Weet je nog, Daan Pablo Escobar Hero? Hey, niet zoveel geluid. Stinkt hij naar dode muis of zo. Het smeurt hier als de pest. Ik heb een rat in mijn kamer gevonden. Nice. Ik was bang, jongen. Niemand. Wacht, kan ik mijn flits aanzetten? Wacht. Maar ik ga even mijn flits aanzetten. Ik ben... Kijk, ik heb... Ik heb mijn telefoon Ik weet niet hoe...